Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de beste serie op YouTube. Ongelooflijk, met vandaag een ongelooflijke special guest. Kom maar binnen! Yeah. Waar is hij dan? Ja, ik ben er, jongens. Alles lekker. Het is gelukt. We hebben Yeser in de show. Welkom. Ja, het kostte wat, maar hij is het kost wat. Ik ben blut. Maar dat maakt niet uit. Nee. We gaan vandaag samen gaan we op een gek op jouw aflevering reageren. Echt jouw hitserie. Je hebt veel hits gemaakt, maar dit is echt wel de grootste hitserie. Gek op jou is mijn kindje, mijn baby. En, zo vereerd dat ik dit heb mogen maken. Ja, hopelijk ooit nog gaan maken. Heb jij trouwens zelf één favoriete aflevering van je weet van dit is mijn favoriet? Nou, ik ging op een gegeven moment al jouw aflevering kijken. Want je kan je voorstellen dat ik natuurlijk helemaal gespamd ben met checkers wat Groen allemaal aan het doen is. En toen zag ik er eentje. Wel een oude van 2011 en dat was met zo'n mokroboy uit Leeuwarden kwam hij. Murat. Ja, Murat, die is zo goed, ja. Ik zag er natuurlijk ook wel iets anders uit toen in 2011. Er was niemand die me kende zoals jij. Toen ik het zo zag, dacht ik, we lijken wel broer en broertje of zo. En ik vond het gewoon fucking grappig hoe hij dingen zei. Van ja, wat een date met een milkshake. Ja, echt mooi, hè, echt mooi. Ik heb nog berichten gehad van vrienden van die Murat. Die zeiden van, ja, Murat is nu getrouwd en heeft een kind. Serieus? Wauw, oké. Maar niet met die chick. Mensen, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het hier beneden, dat zou top zijn. Ja. En ben jij klaar om te gaan? Ja, maar let's go. Ik ben er ook klaar voor. Deze is veel aangevraagd in de reactie. Oké. Dus we gaan kijken. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Dus ik weet het nog. We gaan het meemaken. Ja. Hoe zijn ze op die pose gekomen, weet je dat? Wat is het, dip? Nee, ik deed dus altijd dip. Ja, maar dat is niet helemaal goed te gaan. Nee, precies. Maar wel een leuke intro. Ja, fantastische intro. Goud. Film je echt het huis van degene waar die gast woont? Ja, en ik zag dus ook in jouw aflevering, en dan ga je er anders naar kijken. Ja, ja. En toen dacht ik, fuck man, er zit gewoon straten, huisnummer. Ja, heel raar. Ik hoop niet dat er ingebroken is al die. Yo, what's good in the hood? We zijn vandaag in... What's good in the hood? Ja, die heb ik erin geramd ergens in 2014. We waren wel aardig wat seizoenen verder. Was dit alweer seizoen 4 of zo. Maar dit is niet echt de hoed, toch? Nee, maar, maar dat maakt het was heel vaak niet de hoed. Heb je nu al een nieuwe catchphrase voor als je nu weer een seizoen zou maken? Of, ik denk wel dat ik gewoon terug zou gaan naar hoe ik het altijd... Ja, what's good in the hood? Ja. Als er ooit al een nieuwe aflevering wordt gemaakt, dan begin je die met what's good in the hood. Dat beloof ik jou. Ja, absoluut, man. Deal. En hier woont Julian. Julian is een jongen die het heel goed doet op... Goeie jas. Vreselijke kapsel, wat een jas. Oké, mag ik eerst alsjeblieft over mijn kapsel beginnen? Op een gegeven moment, ja, weet je, als je jarenlang stekels hebt, de typical mokro rapper kapsel. Ja. En op een gegeven moment had ik ook een hanenkam van Hani Hanna. Dankjewel Hani. Ja, dan wil je een keer wat anders. Dus op een gegeven moment, toen zag ik, was het helemaal in, dat kwam een beetje door Ronaldo. Ja. Maar bij mij leek het eerder op Balkenende, als ik het zo terug zie. Ik weet niet of mensen hem nog kennen, ooit premier van Nederland. En die jas, heb je hem nog? Nee? Nee, die heb ik aan een goed doel geschonken. Okay. Hij heeft toffe vrienden, ligt lekker bij de meiden, niks aan het handje zou je denken. Toch kan Julian op het moment wel wat hulp gebruiken. Hij is namelijk al een maand of 5 smoorverliefd op Romy. En met die liefde wil het namelijk niet helemaal lukken. Ja, Romy. Ze is aardig, leuk, knap. En ze praat grappig. Romy ze praat grappig. Is niet zomaar een meisje. Ze is namelijk de tweelingzus van Julians beste vriend en dat is in dit geval best lastig. Oh shit. Wacht even, kan je dat nog één keer terugspoelen? Ze is namelijk de tweelingzus van Julians beste vriend en dat is in dit geval best lastig. Ja, maar die is ook in het... Ja, weet je, ook bij volwassenen is dat heftig. Oh, maar dit kan toch niet? Maar heb je dat nooit gehad, dat je stiekem verliefd was op... Nee, natuurlijk niet. Nee. Je hebt toch heus wel een keer een mattie gehad die gewoon een spangen zus had of zo? Nee. In mijn huis wilde jij mijn zusje reguleren. Nou, oprecht niet dat ik me kan herinneren. Ik heb heel veel vrienden gehad in mijn leven die ik het gevoel heb gegeven alsof ze echte vrienden waren. Heb je wel eens iemand gehad dat je dan dacht van, nou, dit ga ik gewoon niet doen? Ja, kijk, natuurlijk, we hadden een heel goed team en met de redactie kijken daarna, et cetera. Een van de lastigste was ook wel echt een van de eerste afleveringen. Die heb je volgens mij ook behandeld. Dat was een jonge meid van, ik denk, 11, 12. Oh, ja, zij was verliefd op een 16-jarige vakkenvuller. Toen hebben we wel met de redactie zo elkaar aangekeken. Oké, als dat echt haar wens is om hem verkering te vragen, dan gaan we er net als ieder andere kandidaat helpen. Ja. We gaan wel pleiten en hopen voor die nee. En we wisten wel dat dat ook zo... En die jongen was gelukkig ook heel verstandig. Ja, die was heel aardig. Ja, want de bedoeling is natuurlijk gewoon dat je kiddo's helpt tussen de 11 en de 12 of 10 en 11. Ja, die gewoon dezelfde leeftijd zijn en verkering willen. Ja. Hoeveel procent is denk je ja geworden en hoeveel nee? Nou, we gingen op een gegeven moment
super hard met de nee. Ik weet niet of dat aan mijn presentatieskills lag of whatever. Of aan de supercoole raps natuurlijk. Vol met 101 bars. Ja. Een lang verhaal en dat spit ik op deze beat voor jou. Nee, maar op een gegeven moment, de laatste twee seizoenen die ik heb mogen maken, daar gingen we echt als... Daar was op een gegeven moment de ja 70%. Echt? Ja. Oh, kreeg je dan ook een bonus als er meer ja's waren? Nee, helaas. Oké, ga verder kijken. Ondanks de verlegenheid heeft hij Romy wel verkering gevraagd. Kijk! En de liefde was wederzijds, want ze zei ja, twee keer zelfs. Huh? Maar ze maakt het na één dag alweer uit. Dus dat... Hoe kan dat? Ze zei ja, maar ze maakt het na een dag uit. Maar snap je dat ze dan op een gegeven moment gewoon yes air bellen? Ja, dat is wel gewoon. Je kan niet om met van je beste maat de tweeling zus, dat kan gewoon niet. Ja bro, dat kan je overkomen. Hoor. Als ik een zus zou hebben en een van hun die zou mijn zus lopen aandouwen, nou, dat zou ik niet trekken hoor. Ja, maar stel voor dat het gewoon echte liefde is. Nee. Nee. Heb je een zus? Ja, een zusje. Ah, nee, ja, zusjes eigenlijk. Nee, maar die zijn allebei super goed gezetteld, dus ik heb daar geen beeld bij. Ja, dit is echt flauw. Deze keer op een speciale manier vragen. Kijk, en daarom speciaal, ben ik hier dus. Ja. Kijken wat ik voor hem kan doen. Ik vind het wel jammer, je had een tijdje zo'n rode broek aan. Die vond ik wel keihard. Ja, die aflevering hebben we gezien. Maar weet je, het is echt waar, bro. 2011 was het jaar van de rode broeken. Echt waar? Ja, want Lil Wayne was helemaal hot. En die kwam met een skater rode broek. En op een gegeven moment droeg iedereen rode broeken. Ze waren helemaal uitverkocht bij de Zara. Dus eigenlijk was je in. Ik was hartstikke hip. Ja, hartstikke hip. Maar in tegenstelling met deze aflevering. Want ik was heel erg zoekende in kleur en in de kapsel van Mark Rutte. Heb je misschien een foto van? Ja, ik ga opzoeken. Oh, dat is inderdaad een hele mooie meid. Wel een rare kleur lippenstift. Ga je weer, hè? Oh bro, wat moet ik dan zeggen? Het is een hele lelijke meid. Wat zou jij dan zeggen? Ze zeggen nou. En dat telefoon teruggeven. Ze had een keertje lijm op haar gezicht gedaan of zo. En dan had ze glitters opgeplakt. Dus. Oh, oké. Ik ben nog steeds verliefd op haar. En nou ja, ik wil het gewoon een keer op een speciale manier vragen. Nou ja, laten we voor de zekerheid nog even iets extra's erbij regelen. Oh. Zo? Maar wacht bro, ik herinner me wel die bloemenzaak waar we nu... Ja. Je weet nu ook wat zij al gaat zeggen, ik weet nog niet. Nee, ik heb geen idee, maar ik herinner me wel de bloemenzaak. Ik heb in ieder geval een begin gemaakt voor de rap. Ben je benieuwd? Liefde gaat snel, soms sneller dan een snelweg. Toen hij je zag, dacht hij, deze chick is geweldig. Meerdere exjes, maar jij bent speciaal. Hun hebben het een beetje, jij hebt het helemaal. Wat een poëte. Wat een poëte. Heb je dat thuis over maken? Heb je dat thuis over nagedacht? Oké, bro. Kijk, ik heb dit aan heel veel collega-rappers moeten uitleggen. Die zeggen, maar yes, jij kan toch serieus rappen gaan. Ja, luister, ik moet daar natuurlijk gewoon een kinderrap maken. Ja, toch? Die gewoon kinderen makkelijk begrijpen. Niet te ingewikkelde bars. Duidelijk voor degene die voor je staat. Volop met spanning. Dus ja, dit waren gewoon teksten die ik onderweg in de auto... Ik had wel een basis gemaakt voordat ik daar naartoe ging. Want je had natuurlijk... Maar ik paste het wel echt aan onder stof. Ja. Hij zit nu vast tussen vier muren. We wilden afstand, maar hoe lang moet het duren? Ja. M&M beat. Ik vind dit ook zo mooi, dat je altijd ga je op een hoekje kijken. Dat is echt zo goed. Zeg dat Bassie en Adriaan momentje. Emmy is momenteel daar aan het discobowlen. Ja, discobowlen. Ik ga overvallen. Mijn stinkende best wil je doen. Hey, en hopelijk is ze een beetje gek. Je mag normaal eens staan, hè? Die staat nog steeds aan de hoekie. Ik ben op zoek naar Romy. Ja, die staat voor je. Jij bent Romy. Hoi, ik ben Jesse. Kom even met me mee, een beetje te fel herrie hier. Kijk, ik ben hier omdat er iemand... Zij zijn wel enthousiast. Ja. Huh. En die is daar toch al een tijd mee aan het struggelen. En op een gegeven moment dacht hij, joh, ik ga gewoon Jesse erbij halen. En we gaan samen rap maken. Die rap ga ik nu voor jou doen. Mag je hier één ding op zeggen? Ja. Dat is het mooie bij kinderen, omdat ze zo eerlijk en puur zijn. En dat zie je natuurlijk ook in hun blik. Vaak kon ik al zien van, nee, dit gaat een nee worden. Ja, omdat je al zag van, maar ik weet precies voor wie je nu komt. Ja. Ga je even goed luisteren? Ja. Yeah. De box was zwaar, man. Ja? Ja. Komt ie aan. Yeah. Liefde gaat snel, soms sneller dan een snelweg. Toen hij je zag, dacht hij, deze chick is geweldig. Meerdere actions, maar je float wel, toch? Hey. Hun hebben het een beetje, jij hebt het helemaal. Hij kijkt jou het liefst diep in je ogen. Als hij je ziet, dan moet hij altijd blozen. Twee keer eerder hadden jullie wat. Maar guess what, jij zit dieper in zijn hart. Ze lachen wel alsof ze het leuk vindt en wil. Ik denk dat ze ja gaat zeggen. Als ik nu zou kijken, zou ik denken dat ze ja. Kijk nou, die is zielsgelukkig. Ja, okay, ze wordt wel enthousiast. Ja, ze wordt enthousiast, ja, maar, hè? Ja, je staat gewoon een geweldige rapper. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, dat is absoluut waar. Hij wil de derde kans, alleen als jij dit wil. Hij zit nu vast tussen vier muren. Nou, rip. Free Julian nou. Lockdown. We wilden afstand, maar hoe lang moet dit duren? Ja. Hey,
één van de betere raps. Ja, één van de betere. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ja. Dit is eentje om trots op te zijn. Absoluut. Ik zal hem uitbrengen. Ik ga hem op mijn nieuwe EP zetten. Ja, nieuwe EP. Ja. Enig idee van wie dit kan zijn? Ja, ik heb iemand bij mij uit de buurt en hij heet Julian. Ja, ik denk dat het vriend, dus... Oeh. Ja, ik denk wel dat het hem is. Oké. Okay. Ja. Nou, is het... Ik zie enge champie in de bek trouwens. Hartstikke idee. Dat was voor als we ja gezegd werden. Dat spijt me. Dan kwam de jippie. Ja, 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 ja. Als je met me meeloopt, dan kan je zien wie het is en wat diegene wil. Ik wil zeker dat dit een ja of nee wordt. Nee, dit wordt denk ik wel echt een nee. Ja? Ik weet, ja. Jij denkt een ja. Ik ga voor ja. Serieus? Ik ga voor ja, ja, ja. Spannende muziek, hè? Kijk, de beste man is blij, hoor. Ja, Romy, dit is... Wie is dit? Julian. En Julian, wil je allereerst even wat geven? Zo? Die zijn helemaal voor jou. Nee, dat zijn flinke roze. Vind je ze mooi? Ja. Kijk hoe enthousiast is, die kan er geen nee zeggen. Dit wordt zeker een ja. Allerlei leuke dingen over je aan het vertellen was, want daar kan hij wel uren over praten. Hey, dit gaat misschien toch wel een ja worden. Dit kan toch geen nee zijn, man? Dit moet toch een ja zijn? Ja, maar wacht even. Ik denk dat we een eigenaar... Ik vind je echt super chill en een goede vriend, maar ik ben nog niet toe aan de verkering. Ik denk dat dat het gaat zijn. Ja, nee, ik denk dat ze zegt ja. Ik denk dat ze gewoon ja zegt. Maar hij wil eigenlijk gewoon heel graag, en dit keer dan echt, verkering met jou. Oh. Wat is daarop je antwoord? Ja. Ja, 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 ja! Volmondig, hè? Volmondig, yes! What the fuck, hij kent mijn afleveringen ja, beter. Ja, 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 volmondig. Ja, ik ben echt een kenner, hè? Oké, okay, okay. Over gezien. Dit is dan niet een jaar dat je morgen dan weer afzegt als jullie naar de film gaan of zo, toch? Nee. Ja, dat wel. Dit is echt alsof ja. Iemand het heel ja. Ja, 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 ik weet het zeker. Knuffel en is dit helemaal gek? Pure love. Je mag elkaar ook wel weer loslaten. We hebben een ja en een echte ja ook. Jullie gaan gezellig naar de bios. Kijk volgende keer weer. Nou, gek op jou. Nee, dit is fantastisch. En ja. Mooie liefde. Oh, een goede groene broek. Ja, en dan kregen we daarna natuurlijk kregen we filmpjes van hoe de date ook echt ja, was. Ja. Dat was ook wel heel fijn ja. Om te zien. Dan zag je ze ergens in de snackbar zo. Ja, fucking mooi. Ik heb best vaak berichten van die mensen ook. Van dat ze dan gewoon normaal oud zijn en zo. Ik moet zeggen, ik heb nog geen enkele meegemaakt dat ze nog steeds bij elkaar zijn. Nee, helaas niet. Helaas. Ah. Die mensen zijn nu dus 20. Zullen we een oproepje doen dat als ze dit zien, dat ja. Ze ons even een bericht moeten zien? Ja. Ik ben echt benieuwd. Nou, ze zien het ja, sowieso. Ik ben benieuwd hoe het nu met ze gaat. Ja, hoe gaat het nu met Julian en Rome? Hopelijk zijn ze nog samen. In ieder geval, dit was de video, mensen. Ik hoop dat jullie het ja. Leuk vonden. Vond je het leuk doen, duimpje omhoog. Yes, dankjewel. Ja, zeker. Ik vond het super tof. Thanks. En laten we hopen dat we dit mooie ja. Programma ooit weer mogen 100%, maken. 100%. Ik zal je Instagram vinden in de beschrijving. Zeg, kunnen mensen checken. Ja. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later. Later. In de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paren in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.